Welkom op de Autosalon van Genève 2016. Het jaar waarin heel veel dingen anders worden. Zo is er voor het eerst sinds mensenheugenis maar één videoverslaggever van Autoweek. De komende dagen zullen jullie het met mij moeten doen. Maar ook voor het eerst sinds mensenheugenis is er geen officiële Volkswagen Group Night. Om voor de hand liggende redenen heeft Volkswagen besloten om een wat kleiner feestje te houden. Daar gaan we later nog langs, net als bij Mercedes. Maar we beginnen, en ook dat is een primeur, op de beursvloer. Zoals jullie zien staat alles nog onder doeken, want we zijn hier op exclusieve uitnodiging van het eerste merk van vanavond, Kia. Bij Kia gaat de aandacht uit naar twee primeurs. Ten eerste is er de Kia Optima SW en ten tweede, ook niet onbelangrijk, deze Kia Niro. Een crossover in het B-segment, maar wel een hele bijzondere crossover, want in eerste instantie komt hij als hybride op de markt. Een 1,6 liter 4-cilinder GDI motor met 105 pk wordt gekoppeld aan een elektromotor van 43 pk. Dat gaat allemaal door een automaat met dubbele koppeling en daardoor moet de Niro niet alleen heel vlot zijn, maar ook heel zuinig. Het gemiddelde verbruik moet uitkomen op 4,7 liter per 100 kilometer. En dan ziet het er ook nog eens leuk uit. De andere primeur bij Kia is deze Kia Optima SW. En dat is voor het eerst dat Kia met een stationwagon in het D-segment komt. Hij is iets ruimer dan een sedan, 553 liter gaat er achterin, maar is nog altijd een stuk minder dan een Passat. Voordeel is wel dat hij met een hele reeks motoren komt. Hier wordt hij gepresenteerd als superdikke GT met 240 pk benzinemotor. Maar in een later stadium komt natuurlijk ook de bekende 1.7 diesel en in een nog later stadium de plug-in hybride. De grote première bij Mercedes is de C-klasse cabriolet. Technisch verwant aan de C-klasse coupé, maar dan met een stoffenkap die in 20 seconden opengaat. Eventueel rijdend tot een snelheid van 50 km per uur. Ook motorisch lijkt de C-klasse cabrio grotendeels op het gamma van de coupé. Het begint met de C180 met 157 pk en verder zijn er twee diesels en vijf benzinemotoren. Eén daarvan is de milde AMG variant, de Mercedes AMG 43 4-matiek met geblazen V6. En die motor komt ook in de coupé te liggen en dat model debuteert eveneens hier aan de vooravond van Genève. Zoals gezegd kiest Volkswagen er dit jaar voor om een wat bescheidener feestje te houden. Geen officiële group night, maar een informeel samen zijn. Wat meer relaxed, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuws is. Want hoewel het concern sommige kaarten nog dicht bij de borst houdt, staat hier toch al genoeg nieuws op de vooravond van Genève. Waaronder een gloednieuwe concept van Skoda en een superlange Bentley. Ja, bij Skoda staat deze Concept Vision S. Het is nog een concept, maar als je goed kijkt, dan zie je hier een compacte SUV van Skoda die later dit jaar op de markt komt. En als je dan toch goed kijkt, let dan ook even op de overeenkomsten met de Seat Ateca. Ook een compacte SUV. Maar, zegt Skoda, deze staat iets hoger in de markt. Wat wellicht interessanter is, is de aandrijflijn. Het is namelijk een hybride. Een 1.4 TSI 4-cilinder turbomotor die drijft samen met de elektromotor de voorwielen aan. En dan is er een tweede elektromotor die de achteras voor zijn rekening neemt. Gecombineerd vermogen 225 pk. En dat betekent een sprintje van 0 naar 100 in minder dan 7,5 seconden. Maar nog interessanter is het verbruik. Want met een elektrisch actieradius van 50 km moet het gecombineerde verbruik uitkomen op 1,9 liter per 100 km. Klinkt interessant en ook volstrekt onhaalbaar. Men zegt wel eens dat het verschil tussen een Bentley-bezitter en een Rolls-bezitter is dat een Rolls-bezitter zich laat rijden, terwijl een Bentley-rijder liever zelf achter het stuur zit. Nou, kennelijk is die gedachte overboord gezet bij de facelift van deze Mulsanne, want er zijn twee nieuwe uitvoeringen. Eentje is de Speed, de andere is deze EWB, wat staat voor Extended Wheelbase. 25 centimeter krijgt hij erbij en daardoor past er nu officieel een Citroën C1 in de wielbasis van deze Bentley. En dan heb je nog genoeg ruimte over, want onder die gigantische motorkap ligt de oude vertrouwde 6,3 liter V8 met twee turbo's. Goed voor 512 pk. En daarmee kan deze 3 ton zware tank bijna 300 km per uur. Wil je eroverheen? Je moet de Speed bestellen. Dit is de Bugatti Chiron, de snelste auto ter wereld. Weet je nog de Veyron? 1001 pk, 400 km per uur. Deze klapt daar nog even overheen. 1500 pk, een topsnelheid begrensd van 420 km per uur. Hij sprint van 0 naar 300 in ongeveer 13,5 seconden. Hij gaat exclusief belastingen al meer dan 2 miljoen euro kosten. Moet je nagaan wat dat in Nederland zou zijn. Nog steeds dezelfde 8 liter W16 met 4 turbo's. Het is een rijdende cijferhyperbol en ik had niet gedacht dat ze ooit nog over de Veyron heen zouden komen. Maar deze auto doet het gewoon. En het is de eerste auto die ik ooit heb gezien met een snelheidsmeter waar 500 km per uur op staat. We
sluiten de avond af bij Volkswagen met een beetje een wonderbaarlijke auto. Deze Volkswagen Video. En waarom is die wonderbaarlijk? Nou, ten eerste is het de eerste Volkswagen die op het MLB-platform staat. Dus het modulaire platform voor motoren in de lengterichting. En ten tweede, dit lijkt op een auto voor de Chinese markt. Heel veel ruimte op de achterbank. Iets minder dan in een Bentley, maar je zit er toch zeker niet verkeerd. Er staan Chinese tekentjes achterop en hij is in samenwerking met de Chinese autofabrikanten ontwikkeld. Het lijkt er dus sterk op dat deze auto speciaal voor China is, maar wordt gepresenteerd in Genève. En dat was het voor de eerste beursvideo vanaf Genève 2016. Maar we zijn natuurlijk later vandaag terug met veel meer nieuws. Ook nog van het Volkswagen-concern, want Audi zet hier wederom de Echelon concept neer. En die zagen we ook al op Detroit. En het kan bijna niet anders dan dat Audi nog wat anders voor ons in petto heeft. Maar dat en nog veel meer zie je in de volgende video.